Ik wilde graag controllingopleiding gaan doen. Ik heb meerdere aanbieders daarvan gezien. Maar Nijrode komt daar sowieso als naam natuurlijk het mooiste naar voren. Staat hoog in de studiegids. En naast heb ik wel een aantal alumni gesproken die heel erg tevreden waren over Nijrode. En dan kies je toch al gauw voor Nijrode omdat het gewoon een hele grote naam is in Nederland. Ik heb een intropositie gehad als controle bij een groot bedrijf, productiebedrijf. En daar gingen andere productieprocessen niet helemaal juist. En daarom moet ik toch je adviezen meegeven, ook wat je meegekregen hebt op Nijrode. Daar heb ik gezegd van dit gaan we niet zo doen, dit zou ik anders willen zien. En dat hebben we ook opgepakt en hebben ze naar me geluisterd en dat loopt nu ook een stuk beter. Zelfs een accountant tegenwoordig echt adviseur aan het worden en daarom vind ik het belangrijk ook om goed met processen bezig te zijn. Dus je bent niet alleen bezig met je cijfertjes, je bent echt adviseur voor de ondernemer of onderneming. Zowel als accountant als controller. Tegenwoordig misschien dat wij iets brutaler zijn geworden als jonge generatie. Maar daardoor wel meer de confrontatie aangaan met je leidinggevende. Ik denk dat ook wel het beste elkaar naar boven halen. Dus niet alleen maar luisteren van wat er gebeurt vanaf bovenaf. Maar ook vanuit onderaf je input geven over waar je heen wilt in de toekomst. En met je ondernemer. En ideeën en kansen. En dat brengt je alleen maar verder als onderneming, denk ik.